De stichting Net Niet Genoeg bestaat dit jaar acht jaar. Natasja Westmaas van de stichting vertelt hoe zij destijds begonnen. We zijn acht jaar geleden in januari zijn we op het idee gekomen om een stichting op te gaan zetten voor mensen in armoede. Zoiets was er nog niet in Schiedam. Het was wel lokaal voor wat wijken, maar nog niet echt voor heel Schiedam. En uh, toen hebben we eigenlijk in een maand tijd hebben we, uh, het idee bedacht, uitgewerkt. En uh, op 21 februari 2013 zaten we bij de notaris. om uh, uh, nou ja, eigenlijk de stichting formeel op te richten. En zes maanden later hadden we ons, nee, nog niet eens. Vier maanden later hadden we onze eerste net niet genoeg dag. Uh, op de Fortunaweg. Hoe kijk je terug nu, op die uh, acht jaar? Ja, het is een hele bijzondere tijd eigenlijk geweest. We, we zijn natuurlijk heel klein begonnen, vanaf we dachten heel klein te beginnen. Dat ging heel hard. Uh, armoede in Schiedam is nou eenmaal een heel groot probleem. En uh, als ik nu terugkijk, dan denk ik, we hebben toch eigenlijk wel heel veel bereikt uh, met elkaar. En mensen echt dat setje kunnen geven om uh, het leven weer een beetje leuker te maken. We staan hier nu uh, in het pand aan de Van Deventerstraat. Wat is nou het belangrijkste verschil met het uh, oude onderkomen waar jullie uh, toen de tijd zijn begonnen? En waar we destijds zijn begonnen, daar hebben we gelukkig maar heel kort gezeten. Dat is maar vier maanden geweest. Dat was heel klein. Dat was echt een, een kantoorgebouwtje uh, naar nou een bovenverdieping eigenlijk uh, uh, op de Fortunaweg. Daarna zijn we naar het Bachplein verhuisd. Nou ja, die luxe en, en die sfeer, uh, die krijgen we nooit meer. Die 1200 vierkante meter, uh, daar dromen we nog steeds van en uh, daar worden we nog steeds heel gelukkig van. Uh, Daarna zijn we natuurlijk naar de Streekledenweg gegaan. Eigenlijk, ja, weet je, hoe koud en ellendig het daar ook was. Maar ook dat had zijn sfeer. En uh, uh, daar hebben we ook de mensen heel erg blij kunnen maken. Ja, en nu zijn we gewoon heel erg blij met ons pand aan de Van Deventerstraat. Waar we eigenlijk uh, op 330 vierkante meter uh, weer de mensen heel erg blij kunnen maken. Hebben jullie voor jezelf het idee dat jullie de Schiedammers die jullie hulp nodig hebben ook echt kunnen helpen? Oh, ja, zeker. Ja, ja, ja. Weet je wat het is? Uh, er, is er is heel veel voor mensen in armoede. Mensen kunnen uh, toeslagen krijgen. Uh, mensen kunnen terecht voor, voor hulp op het gebied van financiën. Maar juist die kleding, die spe dat speelgoed voor de kindertjes, uh, de woonartikelen waarmee je je huis weer een thuis maakt. Uh, dat maakt soms zo ontzettend het verschil dat wij uh, zeker het idee hebben dat we wat betekenen voor de mensen. Ja. We zitten nu natuurlijk in de coronacrisis. Is dus jullie werk daardoor ook veranderd? Zeker. Wij zouden open gaan in februari van nee, in maart vorig jaar. Nou, toen brak de coronacrisis uit, dus wij konden niet open. We waren net naar dit pand verhuisd en nou, we zouden gaan. Nou, ja, toen brak de coronacrisis uit. Dus moesten we eigenlijk gaan schakelen. Want 100 mensen door een pand heen jagen, dat gaat natuurlijk niet. Dus we zijn heel snel gaan schakelen en nou, wat je dus nu ziet is dat mensen een tijdblok moeten reserveren. En in dat tijdblok kunnen ze een half uur terecht om spullen uit te zoeken. Dus ja, er is wat minder uh, de persoonlijke aandacht. Maar er is in ieder geval wel tijd om de mensen allemaal goed te helpen. Binnenkort komen ze er weer aan, de net niet genoeg dagen. Voor de mensen die dat niet kennen, kun je uitleggen wat jullie daarin doen en wat voor dagen dat zijn. Ja, de net niet genoeg dagen, dat doen wij elke maand. Dus uh, dat doen we op de woensdag en op een zaterdag. Zodat de mensen ook kunnen kiezen, want er zitten natuurlijk ook gezinnen bij die wel uh, een, een baan hebben of vrijwilligerswerk doen. Dus op een van die dagen kunnen zij dan bij ons langskomen en uh, een tijdblok reserveren. En in dat tijdblok kunnen ze via een vaste looproute in het pand uh, woonartikelen uitzoeken. Dus denk aan potten, pannen, uh, serviesgoed, speelgoed voor de kinderen. Daarna kunnen ze naar de kleding en de woontextiel, dus dat zijn ook dekbed overtrekken en dat soort producten. Vervolgens gaan ze naar de balie en daar checken ze uit. En uh, nou ja, dan gaan ze als het goed is weer uh, goed de volgende maand in. Iets anders wat er is en wat ik heb begrepen is uh, dat er ook een uh, samenwerking of een aansluiting is uh, met het uh, Armoedefonds. Uh, wat kun je daarover zeggen? Ja, dat is eigenlijk vorig jaar ontstaan uh, met de mondkapjes. Dus uh, het Armoedefonds die kon ons helpen met, uh, met mondkapjes voor de mensen die dat niet kunnen betalen. En daaruit voortvloeiend hebben we dus nu ook een samenwerking voor de menstruatiearmoede. En dat betekent dat wij alle vrouwen in de leeftijd van 13 jaar en ouder. elke maand een menstruatiepakket kunnen gaan aanbieden. Uh, waardoor ze die kosten in ieder geval ook niet meer hebben. En dan moet je dus denken dat ze dus echt hier een pakje maandverband. en een uh, pakje tampons mee krijgen. En dat is echt fantastisch. Ja. Normaal gesproken feliciteer je mensen ook met een verjaardag. Dat heb ik bij jullie nu uiteraard ook gedaan. Um, maar zou je kunnen zeggen dat uh, als ooit in de toekomst uh, jullie niet meer nodig zijn, uh, dat je dan het werk uh, hebt gedaan en dat dat fijn is voor Schiedam als net niet genoeg niet meer bestaat? Het moment dat wij niet meer nodig zijn, dan trek ik niet alleen de champagne open, maar dan ga ik elk vuurwerkverbod ga ik voorbij. Want dan is het gewoon echt feest. Maar ik denk dat het dan in heel Nederland en in heel de wereld feest is. Armoede zal nooit uh, de wereld uitgaan. Daar ben ik van overtuigd. Hoe triest dat dan ook is. Maar wij zullen altijd de mensen blijven helpen. Ook als ze uh, het gewoon net eventjes niet redden. Uh, laat ik je wel zeggen, wij vieren elk jaar even feest. Omdat we gewoon elk jaar weer heel erg blij zijn dat we heel veel mensen hebben kunnen helpen. Dus uh, ja, weet je, uh, iedereen die hier. We hebben pas geleden een mevrouw gehad die een betaalde baan heeft gevonden. Zelfs dat wordt hier gevierd. Dus uh, vier je successen. En uh, het feest zit in de kleine dingen.